Oké. Ik was echt net op tijd. Ja, doei. Ik moet je vasthouden, Noah. Hele goedemorgen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Het is weer maandag, de week is weer begonnen. Nog steeds vakantie, dus dat blijf ik toch een beetje pittig vinden. Toen eerst deed ik dit makkelijk, maar nou ja, makkelijk ook weer niet. Maar als je dan eenmaal gewend bent aan het schoolleven, dan vind ik het wat pittiger dan daarvoor, zeg maar. Ik had weer even een beetje een slechte nacht. Ik weet niet wat het dan is, dan ga ik naar bed en dan ben ik of niet moe genoeg of zo. Ik weet niet, dan word ik ergens door getriggerd en dan kan ik het geen schuld geven, waardoor ik heel onrustig word. En dat vandaag dus weer wat meer dwanggedachten zich opdringen, omdat ik daar dan weer geen vrede mee kan hebben. Dus hoe meer ik er tegen vecht, hoe meer ze komen. Dus ik probeer het allemaal een beetje te accepteren. Ik ben blij dat het zonnetje nu doorkomt, want dat geeft wat meer happy feelings. Volgens mij zou het heel de dag gaan regenen. Dus ik ga straks eventjes kijken of ik nog even met hun de deur uit ga of niet. Als dat zo is, dan doe ik dat meestal wel na haar slaapje. Want dat vind ik meestal de moeilijkste tijd. Gewoon weer met frisse moed een nieuwe dag beginnen. Gewoon gisteravond laten en nu is nu. Hoe vermoeiend dat soms ook is. Het is gewoon zo vermoeiend als ik niks de schuld kan geven. Daar heeft mijn brein een beetje moeite mee. En dan denk ik, ja, gisteren was toch best wel een lekker efficiënt dagje. In de zin van dingen opruimen en ik weet niet wat dan opeens zo'n triggerpunt is of zo. Terwijl ik werd best wel goed wakker. Maar dan eerst wat ik denk van, oh wacht, hey, gisteravond was ik onrustig. En dan val ik er weer in terug. Maar ik ga nu mijn dwanggedachten gewoon lekker laten zijn. Ik denk ook dat het mij opvalt dat op het moment dat het beter met me gaat, de drukte in mijn hoofd weer meer opvallen. Of de drukte in mijn hoofd weer meer opvalt. Want dan heb ik gewoon weer misschien ruimte voor mijn ADHD-klachten. Ik vind dat echt een heel moeilijk zoektochtje, zeg ik eerlijk. Ik wil ook niet dat ik alleen maar aan het zoeken ben naar schuld op iets. En dat ben ik nu wel aan het doen dan voor mijn gevoel. Maar ja, als het wel ADHD is, waar ik wel heel veel symptomen van heb. Alleen, ik vond dat een beetje lastig omdat ik alleen de negatieve symptomen heb. Maar goed, dat is voor latere zorg. Maar dan valt die drukte me opeens op. En dan word ik daar dus weer onrustig van. Het is zo druk in mijn hoofd. Zit die dicht? Ja. Oké. Okay. Ik ga verder. Ik had dit weekend weer geen laatste loodjes. Ik denk dat ik nog wel een paar laatste loodjes. Maar het is wel een beetje een flop. Ja, ze doen het heel slecht. En ik snap het op zich wel, vooral het gewichtgedeelte. Dus ik wil wel sowieso het mentale gedeelte nog opnemen. En misschien het eindresultaat van het gewicht. Maar dat ik voor de rest gewoon, net zoals dat ik zo aan het opruimen was, dat kan ik ook een aparte video van de laatste loodjes. Maar als het dan zo slecht loopt, dan motiveert dat niet echt. Dus ik denk dat ik de laatste loodjes gewoon voor bepaalde onderwerpen gebruik. En dat dat dan af en toe online komt. Ik heb nog wel een leuke shoplog. Ik weet het nog niet. Moet ik hem nog opnemen? Ja, mooi in de dierentuin. Tjukke, 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 tjukke. Zo, hier even wat kasten. Dag! Dag! Loopt er snot uit. God. Wacht even. Nou. Ja, nee, ze pakte ook even een andere bal. Oh, ja. Dat is een een rugbybal of zo? Rugbybal. Hé! Hey! We kunnen ook naar heen! Dacht je dat? Ik zag het, schat. Die ernaast. Ja, goed zo. Ik ga wel met mijn nagel doen. Doe dit. Ik weet niet of het met de nagel lukt, hoor, schat. Oké. Okay. Oh, eerst even met dat? Ja, doe maar. Die mama krijgt er namelijk kippenvel van als je het met je nagel doet. We zijn alweer een tijdje thuis. We waren even bij Rebecca op bezoek gegaan. We hebben het niet gefilmd. Dat hoeft niet altijd. Ik ben nu gehakt aan het braden en ik ben gehakt aan het aanbakken.
rijst, doe ik een spitskool bij, knoflook, ui, kookzuiver en curry. En dan hebben we een frietje. Tadaa! En het is weer feest aan tafel. Hè? Je eet wel, rijst hè. Unboxing! Mijn lens is weer smerig. Niet gesponsord, zelf gekocht. Mogen wel gesponsord. Mogen wel gesponsord, ja. Zoals Dolce Gusto. Gewoon alleen al die koffiecupsjes zou sponsoren. Mag weer mijn lens schoonmaken. Nog steeds niks gehoord van de verzekering. Die van ons was nu echt heel erg aan het lekken. Dus dat was, en ik had vandaag bakjes gezet voor me. Ja, ik had ook een half bakje. Ja, het kwam maar een half bakje uit. Oeh, zo pretty! Ik ga even Rebecca ermee stalken. Want die zei van, al die nieuwe varianten hebben zo'n lelijke rode kabel. Dan koop je zo'n minimalistisch apparaat. En dan zit er zo'n knalrode kabel aan. Maar hij is zwart. Ja, want zijn vorige heeft een rode kabel. Ja, maar dat is dus blijkbaar was het ooit zwart. En toen rood. En nu hebben ze dus blijkbaar weer zwart. Volgens mij is dit, ja, kijk, deze heeft zo'n draaiknop erop zitten. Ik wou wel eentje met een autostop. Want we hebben daarvoor deze, hadden we ook eentje zonder autostop. Dat was niet handig. Nee. Als je het vergat, dan moet je over. Ja. En het was toch een beetje moeilijk inschatten hoeveel je moest doen. Dus eentje met autostop. Even sokken bij elkaar zoeken. Er is nog een tasje tegen waar ook nog sokken in zaten. Dus ik ben bang dat ik al veel enkele sokken heb weggegooid die niet enkel waren. Maar goed, het zijn maar sokken. Ik zet even een serietje aan en even zoeken. Leuk hè, zo'n shot. Eerst dat ding erin zetten en dan is nog niet nodig. Ik vraag me dus af of ik zo slim ben geweest om nou eens een keer mijn ogen chipkaart. Ja! Chill. Oké. Okay. Let's go go to Schiphol. Oké, lieve mensen. Ik ben klaar met werken. Ik hoop dat jullie begrijpen. Iemand zei van, waarom vlog je hier niet? Ja, dat gaat dus niet. Je mag niet zomaar filmen op Schiphol. Ik heb mezelf weer een lekker koffietje gehaald. Ik had dus heel slimme zonnebril meegenomen. Die heb ik op werk laten liggen. Toen zei mijn collega nog van, vergeet je bril niet. Want die had ik al op kantoor weer laten liggen. Nou, ik ben dat ik natuurlijk vergeten ben. Oh. Deze snelle plank wel lichter. Nee, nou. Ik denk dat dat gewoon dikke pech is voor mij. Ik word met hoofdpijn rijden. Ik ga richting huis rijden. Of tenminste, ik ga doorrijden meteen naar die sportschool. Mijn verrotte bril ligt er. Oh, die... Dat had ik natuurlijk al bedacht. Dat ik dat heel vaak ging... lekker voor mij. Nou, wij gaan vast eten. Ik heb het helemaal verkeerd ingeschat qua tijd. Dus Tim is er nog helemaal niet. Lino! Kleine heksbeest. Weg daar. Ik heb niks te zoeken. Oh, 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 oh. Lino heeft ook honger. Ja, Lino heeft altijd honger. Nou, gaan wij vast eten. Sorry, schat. Ik dacht, leuk, ik heb heel wat dingen van haar. Ik ga even een shoplog opnemen. Maar mijn dochter is de knuffels kwijt. Dus dat ben ik nu al heel lang aan het zoeken. En ik kan ze echt nergens vinden. En dat is dus het probleem. Want die zachte knuffel eentje, dat maakt niet zoveel uit. Daar heb ik een reserve van, maar echt die oude, vieze verrotte. Dat is niet het probleem. En Tim is met haar naar Beloren geweest. En die zegt dus 100% zeker te weten dat het in huis is. Maar ik weet niet meer waar ik moet kijken. Dus ik probeer al aan het universum te vragen om een hint te geven. Maar er komt ook niks door. Ja, dat kwam er wel door, maar daar lag het dus. Dat mix signals. Like everything in my life. Ik zit echt overal te kijken. Je kinderen kunnen het zo ergens inproppen. Maar ik kan ook niet herinneren dat ik het al had. Ik heb overal op hoogtes waar zij erbij kan. Daar heb ik echt gekeken. Maar
dit. Dan word ik ook eigenlijk een beetje boos op dan. Dat denk ik van, wanneer had je hem voor het laatst? Ja, weet ik niet. Ja, ik heb hem in een laag gelegd, zegt ze dan. Alle lagen zo opengetrokken. Misschien. En ik was de hele dag niet, dus ik kan ook niet een verhaallijn terughalen. Tim heeft nu een meeting. Met een praatgroepje over moeilijke vrouwen. Nee. Mensen met depressieklachten. Dus ik sta er even alleen voor, maar ik weet gewoon even niet meer waar ik moet kijken. Roze en glitters gaan we doen. Okay, hallo lieve mensen. Ik heb even een mini kindershoplog van de H&M. Ik heb rond de 100 euro uitgegeven, want het weekend was er 20% korting. Ik mis nog een paar dingen, die moeten nog binnenkomen. Een jasje voor Lia en volgens mij nog een broek set, maar ik weet het even niet meer precies. Ik had natuurlijk laatst alles uitgezocht en ik had nog wat dingetjes nodig. Alleen de kinderen vinden de kleding zo leuk dat het er steeds wordt uitgetrokken. Eén ding is al aangetrokken geweest. Dus ik denk, ik laat dit gewoon vast even zien. Dan kan ik straks de rest wel even tussen de slippen door. Het is toch kinderkleding. Ik heb dit kattenjurkje. Die heeft ze dus al gisteren aangehad. Mijn jongens, het is echt dol poesje. Dus toen ze hem ook zag, was meteen poes, poesje. Dus hier is een poesje. Hier heb je gewoon een tulle rok. Maar op die, onder die tulle rok zit dan ook weer een rokje met poesenhoofdjes en bloemetjes. Er waren er veel meer, maar deze was nog het minst afschuwelijk. Deze was gewoon nog cute, zeg maar. Sommige waren echt, echt niet leuk. Of gewoon lelijk. Sorry, ik heb een beetje last van mijn keel. Nou zocht ik een badpak voor Noah. Dus deze is wel veel te groot, dus dan moet ik even kijken of ze het past. Maar dan is het een aardbei. I love it so much. Blijkbaar kocht heel veel mensen voor 92, want heel veel 92 was uitgekocht. Dit was trouwens een set. Dus dat was een bikini en een badpak. En de bikini is donkerblauw met bloemetjes en ook aardbeintjes erop. En het topje, ja, ik vond het wel chill, want het was dus een set. En die zwemset was dus 20 euro. En dan heb je dus twee bikinis. En door die 20% had ik ook nog eens 4 euro korting daarop. Dus dat was helemaal top. En het jurkje was 15 euro en dan nog 2 euro korting. Dan heb ik allemaal shirts voor Lia, want ze had bijna geen korte mouwen shirts. En ik vond ze, ik vond het allemaal een beetje tegenvallen, omdat het allemaal dan een beetje te veel op elkaar leek. Of dan vond ik de print niet leuk. Dus ik vond deze keer iets minder bij H&M. Maar wat ik dan weer heb, vind ik wel weer echt heel leuk. En vindt zij ook echt heel leuk. Dus dit roze shirt voor Lia met twee zwaantjes erop. Die vleugeltjes, dat is een beetje dat tulle wat erop zit. En wat staat er? Tomorrow will be even brighter. Dat vind ik echt wel heel erg schattig. Dus dit doe je voor Lia. En een nieuwe shirt voor Lia. Daar maak ik haar gewoon heel erg blij mee. Vind ik niet per se de meest fantastische print, maar regenboog, unicorn. Ze was er helemaal blij mee. Er zitten ook glitters op die unicorn. Dus nou, glitters, regenboog, unicorns. Nou. Wat wilt een meisje van 4 nog meer? Volgens mij ook nog eentje met regenboogkleuren. Alleen dan een vlindertje. Dat vond ik zelf ook wel cute. Gewoon op een, dat zie ik dan wel voor me op gewoon zo'n kleine short. Of een leuk tulle rokje. Dus die. Het was voornamelijk voor broeken voor Noah, want ik kwam er dus achter dat we heel weinig in 92 hadden. Het komt omdat Lia anderhalf was toen ze volgens mij al in 92 zat, want bij de bruiloft zat ze al in 92. 6 van december, dus ze was anderhalf. Zeg je dat nog goed? Ja, het was anderhalf. En Lia liep pas met anderhalf. Lia liep heel laat. Dus ja, dat waren al best wel veel valpartijen, waardoor dus de knieën vaak kapot waren. Dus ik denk dat daarom er weinig broeken zijn, want die had eigenlijk altijd leggings aan. Ja, in hun hoofd hadden we van die steentjes met van die tegeltjes met van die kiezeltjes er allemaal in. Dus als je daarop viel, lag ze altijd helemaal open. Zo zit het trouwens, maar dat was ook altijd alles kapot. Dus, zo'n two-pack jeans. Gewoon een licht en een donkere. Dan zag ik wel dat we het donkere eigenlijk wel genoeg hebben, maar ja, het was een two-pack.
En er was er ook eentje met een beetje zwarte, donkergrijze jeans. Maar die was natuurlijk weer niet in haar maat. Die twee jeans waren... Sorry, die muziek gaat opeens harder. Excuus. €26. En dat was dan €5,19 korting. Nou, dat is echt €20. En die shirtjes waren volgens mij allemaal... Oh nee, dat shirtje met de zwanen was €8. En die andere twee waren €5. Nee, van €5 hadden €1 korting. En die met zwanen... 1,60. Nog een broekje voor Noah. Een lichte roze. Die vond ik ook wel heel cute. En die heeft dus van die hartjes op de knieën. Ook gewoon wel een schattig detail. Voor de rest is het gewoon een licht roze broekje. En volgens mij heb ik dus in dat beetje panterprint ook een broekje nog. Maar dat weet ik even niet meer zeker. En gewoon twee majo's. Een witte en een roze. Want die had ze niet meer. Ik koop dus normaal heel vaak dit soort dingen bij Next. Omdat ze dan van die multipacks hebben. H&M heeft dat nu ook heel veel. En vroeger had River Island dat ook. Maar dat werd een beetje ingewikkeld met de Brexit. Omdat je dan weer belasting moest betalen voor de invoering van kleding. Maar als je dat dan weer via Zalando of andere sites bestelt, dan heb je daar weer geen last van. Als ik via Next bestel, heb ik daar volgens mij ook geen last. Volgens mij valt dat nu wel mee. Maar River Island heb ik al heel lang niet gekeken. Maar die had ook wel eens van die multipacks. Dat is wel chill, maar soms heb je dan bijvoorbeeld 4 shirts die heel erg op elkaar lijken. En nu heb je toch net wat andere prints. Maar bijvoorbeeld als je 4 basic of 5 basic shirts wil, dan heb je een wit t-shirt, een zwart t-shirt, een rood t-shirt. Dan heb je gewoon... Dat is wel echt chill. Maar dat heeft H&M ook met broeken, met shirts en et cetera. Want ik wou eigenlijk een legging set kopen. Maar die was dus ook niet in haar maat. En er waren die andere kleuren wel, maar dan zaten er 2 broeken bij die ik dan niet mooi vond. Dus dan was dit goedkoper dan dat ik dan zo'n set ging kopen. Die majo's waren trouwens €9 met 1,80 korting. En de legging was €6. Nou, timing was dat. Ik ga trouwens heel goed op de Red Bull. Tenminste, het afvallen gaat heel goed op de Red Bull. Wat ik dus zei toen ik het recht ging uitrekenen. En als ik nu zie hoe ik aan het einde van de dag net op mijn calorieënbehoefte kom. Om in een goed calorieëntekort te zitten. Dan ben ik er elke keer echt heel erg overheen gegaan door mijn koffies. Dus ja, ik mis ze nog wel. Maar het zit er nu wel eventjes in van oké, het werkt nu. Want ik had natuurlijk wel gewogen na 2 volle... cheat dagen. Dus nou, vaak ben je dan de dag erna 1 kilo kwijt. Dat was bij mij ook zo. Maar ik zat weer vrij hoog. Ik wou cijfers gaan noemen, maar dat doe ik in mijn normale vlogs niet. Dat deed ik in de laatste loodjes, want dan kon ik een warning erbij zetten. Maar goed, maakt niet zo uit. En nu ben ik al dus daar 2 kilo van kwijt. Dus dat is zoveel van dingen vasthouden. Alleen ik had de eerste paar dagen heel veel hoofdpijn vanwege dus hoog in suikers wat ik dronk en hoog in cafeïne. Ja? Oh. Wat is dat? Oh, je sham. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Ja, in mijn shirt. Ja, het zit zelfs op je shirt. Het lijkt net of een bloedverstijding heeft plaatsgevonden. Nee. Ja, gelukkig is het sham. Ik schrok eventjes. Nee. Wil je deze aan? Deze aan? Deze. Die? Ja. Die is wel heel mooi, hè? Doe jij, Noah? Ik was echt net op tijd. Hey! Een fles. Volgens mij ben ik zo wel goed in beeld. En anders, sorry. Want ik zit in mijn zusterauto. Want mijn vader die kwam even oppassen. En dan kwam hij even met mijn auto. Er zitten natuurlijk autostoeltjes in. En aangezien hij... Ik ken die auto niet. Ja, ik zit echt in het stuur hoor, mensen. Oké, het is aan. Dan is reverse zo. Dat is echt iets voor mij dat ik dan. Ik heb ooit een keer eerder met mijn zus de auto gereden en toen heb ik heel de auto in de plak gereden. Het enige ongeluk wat ik ooit heb gehad. Ik zit echt heel raar. Ik snap er niks. Ik
durf ook nergens aan te komen nu, want dan zit ik straks... Ik zit zo hoog. Ja. Ik ga lekker naar therapie. En dan vanmiddag gaan we naar Boomba toe. Dus ik... Ik zit toch al bijna tegen het plafond. Hoe zou Freek ooit in deze auto zitten? Ik snap het niet zo. Oh, jullie zijn naar beneden gezakt. Oh, ik ben nu verwend met mijn autootje. Ja, sorry, hij valt steeds weg. Dit werkt niet. Nou, tot straks. Hallo lieve mensen, we zijn een paar uurtjes verder. Ik zit even een groentesoepje te eten. Dat is een dikke tip. Soep als lunch. Ik had croissantjes naar binnen zitten stouwen. Dus dan ga je vrij snel. Ik vind deze alleen niet zo lekker, deze van de Jumbo. Voor het over een Unox voor die paar zin. Maar dan krijg je en heel veel groenten binnen. Het is laag in wel. Kalentjes. En we liggen nu op bed. Ik ga mezelf klaarmaken. En dan gaan we straks naar Boomba. Maar ik zie dat ik nog maar twee streepjes heb. Dus ik ga even deze in de lader gooien. Zodat ik genoeg batterij voor strakjes heb. Het is heel mooi weer. Dus mijn schuld die wilt naar buiten. Maar we blijven nu gelukkig lekker binnen. Straks in theater. Ja, gewonnen! Heb je hem gehaald? Goed zeg. Nog een keer. Ze heeft gewoon een level gehaald. Ik ben trots op jou. Ja, therapie was weer heel... ze is zo raak. Lieve is zo raak. Het is ongelooflijk, die vrouw. Maar daar vertel ik later wel even een keertje wat over. Want dan moet ik eerst zelf even opzoeken voordat ik daar wat over ga vertellen. Ik ging proberen de dag van Lia gisteren na te bootsen. Dus kijk, ze werd wakker. En met papa. En een trap naar beneden. En toen ging ze met de auto Noah wegbrengen. En toen gingen ze... Die de stoel, toen ging ze naar beloren. De papa en mama's bed liggen. Toen ging ze naar beneden, toen was ze weg. Toen ging ze gamen. Toen zei ze, ja, daar had ik hem niet meer, na het gamen. Dus toen zijn we naar boven gegaan. Dus ik zou even hierna een klein stukje van het filmpje wat ik heb gemaakt invoegen. Waar we de knuffels dus uiteindelijk vonden. Oké, toen zei ik tegen jou, toen ging je gamen en toen... Ik heb hem gevonden. Een andere? Twee. Nou, wat zeg je dan? Dankjewel mama voor het nasynchroniseren van mijn dag. Je moet dus toch hier in kijken. Ja, maar dat is toch ook geen logische plek? Het is ook zo van, het moest ook wel, want Tim wist dat ze binnen waren. Kijk, als ik het zou zeggen, dan kan je daar 100% twijfel bij hebben. Maar... Tim heeft een goed geheugen, dus dat moest in huis zijn. Maar op een gegeven moment heb je overal gekeken. Maar ja, die plek, dat had ik nooit bedacht. Gelukkig was hij daar op een gegeven moment wel tevoorschijn gekomen. Ik ga mijn batterij knippen. Ik ga een eitje bakken voor Lia en dus even de batterij. Wij zijn aangekomen in Dronten. We gaan nu naar Boombaloo toe. We gaan naar de voorstelling van Boomba, hè? Lekker naar kijken. Dus let's go. Naar de show. Naar de show. Kom maar, Lisa. Show gaan. Lia. Roepen we een snel Boomba en Boombaloo bij? Oké. Hier gaan. Zing en dans maar allemaal mee met het enige echte Boomba-lied. Boomba bij je. Boomba! Ja, is ook Boomba nu. Kijk, wat doen ze nu? Wie is dat nou echt? Momentum! Laat maar in jullie handjes voor Baba King de Hond. De zon schijnt lekker, Boomba en Boombaloo gaan samen de was opmaken. Boombaloo, 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 wassie, iedereen droog, Ze hangen de was aan de was. Ja, doei, ik moet je vasthouden, Noah. Kom maar, Boombaloo, wassie, iedereen droog. We zijn aangekomen bij... Hallo. Bij wat tulpenvelden. Fijn dat ik ook nog uit mag. Gelukkig hebben we nog wat gevonden. Mooi foto. Ja. Met een kusje door. Pas je een beetje op dat je niet... Dat gaan we doen.
Niet alleen je buik, maar ook echt door je neus adem. En nu, voor de laatste keer, door je neus, nee, door je neus. Zo diep als je kunt. En blaas maar langzaam weer uit.